Er kwamen nog twee schorsingen bij IJsselmeervogels. Van Huissen en Asturuk liepen afgelopen zaterdag tegen geel aan en zijn dus geschorst. Dat betekent dat assistentcoach Pascal Bosgaard in de basis staat bij Willem Leushuis. En die ziet met ons dat Gouwrijen de eerste mogelijkheid voor HHC om zeep helpt. Druk in Hardenberg, de ploegen liggen elkaar, onderhouden vriendschappelijke betrekkingen. Dit Hemmink. Maar dat laat natuurlijk onverlet dat beide dit duel graag willen winnen. Eerder dit seizoen in Spakenburg wonnen de Vogels met 2-0. Maar IJsselmeervogels dat nogal wat mensen mist, heeft inmiddels, zo lijkt het, een moeilijke fase achter zich gelaten. Olijveld, inmiddels een minuut of 7 voor rust. Maar hij tikt de bal naast het doel van Nijland. Akla, de andere aanvaller, succesvol afgelopen zaterdag. Dit is hem. Maakte de beide goals in het uitduel met de treffers. Dat eindigde in 2-2. In dit geval stuit hij op de doelman van HHC Hardenberg, op Nijland. HHC dat zich in ieder geval goed lijkt te hebben hersteld van het 6-1 pak slagen afgelopen zaterdag in en tegen Katwijk. Goede mogelijkheid voor de Vogels aan het begin van de tweede helft. Het is Hovenstad die zijn inzet van richting veranderd ziet, waardoor de bal uiteindelijk overvliegt. Carmelia, een van de verdedigers van de Vogels, hij ook mee naar voren. En ook hij mist het doel op een haar. Met wel de kanttekening dat Nijland goed de hoek afschermde. Het zou voor het eerst zijn, mochten de Rooien winnen in Hardenberg, dat IJsselmeervogels twee keer in één seizoen wint van HHC. Maar vooralsnog staat het 0-0. IJsselmeervogels verdedigt uit. Gouwrijen pikt op. Hemmink, waar is de man die kan schieten? Die komt er hier. Het is Reinders, een invaller. Hij raakt de lat boven doelman Jamie Schaap. En dit gebeurt allemaal in de beginfase van de tweede helft. Inmiddels zitten we in de slotminuten van de tweede helft. Er zijn er wat invallers gekomen, onder wie Paul bij IJsselmeervogels. Hier komt hij bijna aan de bal, maar hij komt een paar decimeter tekort om deze voorzet te verheffen tot treffer. En nog een keer de Vogels, helemaal in de slotfase. Ook Jan Vedder is erin gekomen. Kleinzoon van de beroemde Jan Vedder. Carmelia, hij mee. En de kleinzoon, die kopt uiteindelijk de bal in de handen bij Nijland. Het is de laatste kans van dit duel. Ik denk dat ze beide meer dan kunnen leven met de eindstand. Die is 0-0 in Hardenberg.